Laten we het scenery, die is ondertussen even aan het inladen. Dan gaan we even de kaart even aanpassen. Want wij staan natuurlijk hier. En dan pakken we even clear map. Yes. Dan pakken we deze. Even kijken. We hebben geen treinnummer. Dus daar zetten we even streepjes neer. Wij gaan van Nijmegen. Gaan wij naar Zutphen. Met de NS Trax 186. Even kijken. R1A6 plus ICRMH. En dus de NS. Zo. Als het goed is moet het kaartje ook weer te zien zijn. En dan zouden jullie weer mee kunnen kijken. Hallo en welkom meester. Zoals je weet rijdt u de extra trein naar Zutphen. Staat hier uw trein op. Veel succes. Oor je bij het zijn. Dat zometeen op rust. Dan moet je even op tap drukken. Oké. Nou. En dan zo. Waar rijden wij mee met de 186 van Chris Trains. En zet we daarop te wachten. Denk niet dat je 8 uur aan de computer zit tot de eerste spelen. Nou, het is wel geweldig als je meerdere etappes hebt, Leo. Oh shit. Martijn, dat is een zeer goed idee. Laten we dat eerst maar even gaan doen. Ik snap niet wel niet. Ik was hem helemaal vergeten aan te zetten. Zo tevreden. Oeh, kijk. De Arriva Limburg Repaint. Let's go. Dissere, goedenavond en welkom. Was al vrijdag daar, zag de alle DM90. Ja, er staan niet alle DM90 staande. Maar grotendeels wel. Ze zouden worden overgenomen. Ik weet niet of dat nog steeds gebeurt. SRD staan er nog steeds twee. Dat zijn twee sloopstellen nog. Maar dit scenario staat er waarschijnlijk helemaal niks. Oh, dit is trouwens geen rood sein, hier staan gewoon twee seinen. Op een of andere manier zie je gewoon een tweede. Red rot mag dat. Yes.
vlotje gaat even door. Eigenlijk niet gaat stoppen. Oké, geen stoppingmakers. Lekkere lange treinen zitten we vandaag. De restauratieruiter is geopend. Let's go. Dus de reigers door beperkingen de materiaal inzet rijden er minder IC-treinen dus aan Eindhoven en Breda. Ah, ik vind het op zich niet erg hoor dat hier weer een... Ik vind het hier niet erg hoor dat hier weer een lokcombinatie rijdt. Ik wel. En 11. Oh ja, dit was de Bliviusbrug. Kopen lopen die stam mouw. Het helpt voor de win. Je hoort sowieso Eindhoven. Jo, een goede avond en welkom. 64-30 is ziet er nu realistisch uit. Ja, het is wel leuk. hadden jullie die 1200 loks ex-lokon gezien? Ja, die gingen naar Blerik of zo, werden die opgeslagen. Maar Utrecht. Nou, ik vind mijn woonplaats doet er hem ook wel goed genoeg hoor. Lekker rustig. Alleen uursdienst in het weekend, dat is gewoon wutfeest. Hebben ze Hengelo. Nou, als jullie één plaats moeten opnoemen wat niet jullie woonplaats is. Dus, niet een woonplaats op een voormalige woonplaats, welke stad zou je dan kiezen? Roosendaal. Adem, Maastricht. Maastricht is ook een interessante keuze. Hoor je dichtbij een... Ik weet niet, ik zit te twijfelen. Centraal, dan zou ik kiezen voor Utrecht, maar... Ik hou nog van rust, dus ik zou zeggen, ik kan ook Hengelo kiezen of Enschede. Lekker rustig. Of inderdaad een plekje aan de zee. Vlissingen, helemaal zo ver mogelijk weg. Lebbe wonen. Dat kan.
Ja, of aan de rand van de stad, zeg maar een woonplaats buiten de stad of zeg maar in een wijk aan de rand van de stad. Kijk, hier is de stoptrein van Arriva naar Tiel. Ja, verkeerde trein. Daar zeggen we maar niks over. Oeh, nog een trax. Ik zou zeggen Rob, jullie zijn jullie traxen kwijt in Eindhoven. Dat is rijden tussen Nijmegen en Zutphen. Wutfeest. Nou, ik ga ondertussen nog even proberen rijdend water in te schenken van de ene fles in de andere fles. Ik ga niet met grote anderhalve liter fles aan mijn mond zitten drinken. Dat is een beetje slecht. Geef mij maar gewoon lekker de fles van 3/4 liter. Maar het zijn 210 uurtjes. Beer 210. Als die bestaat. moet je nagaan, toen ik 20 was, eigenlijk in Canada emigreren, heb de vele familie wonen. Ja, dan kom je inderdaad. Dat is inderdaad wel anders wonen, inderdaad. Met veel sneeuw en wat dan ook. Aan de mond goed het lauw. Ja, ik kan nu wel lege flessen Fanta eraan hangen, maar. Ik weet niet of dat zo handig is. Geef maar gewoon die kleine flesjes sparen. Ik doe het niet hier, maar kijk, gebeurt er dit. Reflectie van het licht in een. Londen lijkt me ook wel wat. Inderdaad. Londen is is wel iets leuks. Wat ik op zich ook wel leuk zou vinden in Japan. Zeg maar Tokio. Als ik Amerika zou moeten kiezen, dan zou ik ergens in een groene staat gaan wonen. Nou, ik zou zeggen, als je welke plek dan ook in Zweden, hè? Welke plek dan ook in Zweden, je hebt supersnel internet. Mobiel signaal altijd goed aanwezig, dus. De lange wintermaanden dat het donker is, constant overdag en wat dan ook. Deze route die ziet er hier op zich wel aardig goed uit met 64 bit. Ietsjes te snel daarin. Ietsjes te veel. Komen we naar boven? Australië? Ja, daar heb je niet zoveel treinen, Tom. Maar het is op zich ook wel een interessant idee. En we hebben bijna 200 uurtjes. Verder om een keer heen te gaan. Ik ben een keer vroeger geweest op vakantie. Veel muggen. Dus pak de muggenspray maar. Train simulator in de donkere maatjes. Ik ben nu sinds een tijdje weer bezig met de Utrecht de bovenlijst. Zit er aardig op. Oeh, daar heb je wel flinke klus te doen, joh. Ja, ik ben benieuwd. Hij zit er toch ondertussen al een aantal jaar ook al? 2 jaar, 3 jaar? Trump? Maar ja. Ben benieuwd. Ik weet niet of hij het overleeft een herverkiezing. Oh. We hebben niks gezien. You see nothing.
hartstikke weg. Ik was toch voorzichtig aan het luisteren, maar ik dacht van, eentje te veel. Maar God, die is raad. Obama. Ja, ik hou me nooit echt bezig met die politiek. Ik zou wel heel graag de New York Subway willen zien in Train Sim. Volledig donker. Ik heb een paar van die cabinereisvideo's gezien. Cabinereis, zeg maar, van die ramen daarvoor. Oh, geweldig. Dan zie je gewoon de bloksteinen gewoon op groen springen gewoon. Maar ja, sneller dan 15 mijl per uur ga je dan niet. Nee, geen capture op. Je kunt in de New York Metro, daar heb je van die deuren vooraan. Daar is die opgenomen. Ik heb al een paar keer in die metro gezeten. Dat ding dat trekt hem niet snel op, jongen. Poeh. Dames en heren, wij arriveren in Arnhem. Je kunt hier overstappen op diverse regionale treinen en intercities. Vergeet niet dat u moet opchecken als u overstapt op een andere vervoerder. En NS bedankt u. Mocht u hier uitstappen, NS bedankt u voor uw reis met deze Intercity. Nog een prettige dag. Weet ik veel, ik roep zoiets maar. Real life doe ik het veel beter hoor, als ik het in real life zou doen. Maar wat hebben we hier staan? De stoptrein. De goede. Zotrein naar Winterswijk. De Abellio naar Emmerich. En Düsseldorf. En zo te zien een DDZ'tje. Niet naar Den Helder, want op Schiphol die begint. Die stopt daar. Als de New York Yankees tegen de Mets moeten spelen, noemen ze het de Subway Games. Oh, kunnen we wel weer gaan? Oké, sorry. Ik let ook helemaal niet op. Let's go. Naar station Dieren. Station Dieren. En dan zeggen we pling. Dames en heren, welkom in Intercity naar Zwolle. Wij zullen voor u stoppen op Dieren, Zutphen, Deventer, Olst, Weijen. En onze eindbestemming zal zijn Zwolle. Wilt u nog eventueel versnaperingen kopen, zoals koffie, thee, drinken en andere snoep? De catering is aanwezig in deze trein. En nee, deze heeft niet speciaal een frituurpan bij zich voor Mexicano's. Deze bevindt zich in de voorste wagon in de bestuurderscabine die buiten gebruik is. Daar vindt u de Mexicano frituurpan.
Ah, tenslotte Grendel. Wij wensen u een prettige reis. Marco de Beek, Queen, of, nog een fijne avond. Slaap lekker en tot de volgende keer. Maar Rob, jij weet dat jij toch een sleutel hebt tot die cabine, dat weet je toch? De Mexicano Party Room. Oh, geweldig. Aansluiting hier, rechtdoor ga je naar Zevenaar en Duitsland en richting Doetinchem en Winterswijk. Zometeen naar 100 km per uur. Volgende week weer naar rugpoort. Ik heb even last van mijn nek. Linker elleboog wordt aangekeken. Therapie of zenuws. Dat is niet goed, Claire. Gewoon in de gaten houden. En niet te veel belasten. Tot zegt hier die sleutel van gauw. Ik heb honger. Pas op, Frank is wat op je afgestuurd hoor. Skets. David, welkom terug. En nog bedankt voor de host. Zag ik zo net binnenkomen. Koest. Oh, craziness. Oeh, Verstappen tweede. Nou, hij moet nog een keer stoppen, denk ik. Mercedes zijn sneller. Ik vind dit toch wel prachtig zo met die kleuren. Volgens mij gaat Chris hier naar de SRG maken, misschien een plan nu. Het is officieel nog niet aangekondigd wat Chris gaat doen. Maar er zit grote kans in dat het inderdaad eventueel SNG is. En misschien de plan nu, omdat ja, toch voor zijn video's. Maar ja, misschien is het wel voor een project veel later op. Mark die is van plan om de plan nu te maken. Maar ja, die heeft hij al weer in de ijskast gehoord. Ondertussen heb ik een keer opgezocht hoe lang die er al mee bezig is. Hij heeft in 2013 heeft hij het aangekondigd. Dus al meer dan 5 jaar. De RS1, inderdaad, er komt binnenkort komen de updates uit. Voor, daar zitten allemaal licensing patches in. Dus je mag soms een lekkere reinstall doen van alle game, van alle onderdelen. En inderdaad een update met een, wat was het erop? Een SP3 Seabergbaan 3 variant. Zei hij al zo van, in ieder geval voor onze 1000 repainters. En we rond tussen 130. Inderdaad met een andere koppeling. Ah, interesting. Voor laatst, maar wat zoals hij zei, de NCG die te bevestigd op de open dag. Oké. Ondertussen hier met heerlijke FPS rijden we door het landschap. Ik vind het jammer dat de deur niet open kan of de ramen zoals in de VR-locks.
Maar in ieder geval doe rustig aan de vink. Ik weet dat je soms wat hebt, dat heb je voor verteld. Dus, maar ik hoop dat je een lekker beetje kunt genieten van de stream. En wat is hier aan de hand? Oké, er heeft iemand twee portalen vervangen. En de andere die staan er nog in. Rip. vlak voor station Reden. En dan gaat weer een vliegje. Ja, zeker, zeer benieuwd straks op deze route. Ah, oké. Okay. Veel. Squirrel veel. Squirrel facepalm. Wat was veel facepalm? Veel. Nou, ik vind het eigenlijk wel leuk, want als je ziet, het is zeg maar hem zelf, dat hij een Picard doet met een facepalm, zeg maar. Met een de Star Trek. Ik ben trouwens benieuwd. Ik heb die nieuwe Star Trek serie, Star Trek Discovery. Die heb ik een tijdje geleden heb ik die gezien. In het begin beviel het mij niet zo 1, 2, 3. Want het is toch wel iets anders. Een andere manier van werken. Dat is opgenomen. Maar later op zag je wel inderdaad een heel duidelijk verhaal. We zullen het wel zien. Dan nog een podiumplek is voor Verstappen straks. Nog 14 rondjes. Veel hype. Veel hype. Nou, nog 3,4 kilometer naar station Dieren. Ondertussen doet de machinist, de hoofdconducteur de oproep. Zo'n blinkplong. Dames en heren, het volgende station is Dieren. U kunt hier overstappen op eventueel de stoomtrein en andere stoptreinen in de richting van Brummen en weer terug richting Arnhem. PSM stopt alleen in Dieren tussen 10 juli en 23 augustus op het werkdag. Wie zegt dat het niet op dit moment werkdag is en in augustus? Weet ik veel. Ik weet niet, de wolken die zijn er wel een beetje onheilspellend. Misschien dat er nog regen komt, maar misschien ook niet. Nou, we zijn een vrij lange trein, dus we moeten eigenlijk zo ver mogelijk doorrijden op het perron, maar hij paste in. Hé, hey, kijk eens wat daar aankomt. Komt de VSM-lok. PSM hype? Neem het terug, sorry. Het is jammer dat ik vanaf deze plek een goede plek heb om een screenshot te doen. Oh jee. Kijk eens aan. Nou, overweg is niet de storing, de auto's rijden gewoon door. Rip auto's. Oeh.
Helu, ze stoom mij. Stoomtrein mij. Oké. Okay. Zo jammer, hè, dat het aan deze kant is. Misschien eentje zo. Zo. Maar dat komt, daar heb ik op gehokt dat ze wel zouden rijden, maar kwamen niet, moest ik naar Beekberg. Ah. Wil even toeteren. Nee hoor. Dames en heren, een volgend station is... Oh, wolle. Martijn vraagt zich gewoon af of wij het volgende station zullen halen. Of dat het van de kaart geveegd is op een of andere manier. Arrow for no for not found. Ondertussen genieten we nog echt van de omgeving, want het is gewoon heel landelijk. Red gewoon met de Intercity hier door tablet. Volgens mij is de tablet vastgelopen. Is er volgende station de website? Misschien. Tom hoort de stoomtrein. Dat heb je goed, Tom. Er was zo net een stoomtrein in Dieren. De VSM kwam langs. Verder. Dat is wel zo, je hebt hier wat bomen staan en dan helemaal niks. Of volgens mij zou in real life er echt wel wat hebben staan. De rest is een relaxed route. Ik vind deze, de bovenlijnportalen zijn ook een van mijn favorieten. Maar ja, natuurlijk oosten. Anders dan zou ik die gaan voor de Brabantse portaal. Die hebben ook wel karakter. Gotische bogen ook wel, maar niet echt mijn ding. Dit is gewoon zo standaard. Brabant love. Station Brummen waar we niet zullen stoppen. Ja, maar we gewoon B8. Voordat we zo meteen moeten gaan afremmen, want we hebben niet zoveel kilometertjes. We zullen toch even naar Magic Kanaal, is goed zo vooraf.
Martijn, B1, B5, Jabba, B3. Ik kan niet zo 1, 2, 3 mogen verhalen welke dat allemaal zijn. Dan moet ik ze echt even opzoeken, maar... Nico. Wat Nico? Nico, let's go bowling. Together. Oh. Geel. Dan hebben we tegentrein dan. Nico Aldering. Oké. Okay. Oh, de auto's. Ja, nu zeggen we het inderdaad wel weer, ja. Nou, maar een boef B100. En dit is het je. Remmen naar 80. Na Hamilton Hall zometeen verstappen we in. Nou, hopelijk Bottas niet, dan hebben we weer een podium. Kijk, er komt net een Arriva stoptrein aan. Arriva, hallo. Maar hij moet zo stoppen, hè. De bel gaat dus over. Velen op vakantie gaat meestal naar VS en ik heb... oké. Worden zo'n gedeelte 3 keer bellen. Ik moest slappen van de bel doet het niet. Dat zou zo'n het, Martijn. Dames en heren, wij naderen. Wij rollen. Station Zutphen binnen op dit moment. U kunt hier overstappen op diverse stopterreinen. Van Arriva richting Winterswijk en Apeldoorn. U kunt ook overstappen op de Keolis stoptrein richting Hengelo en Oldenzaal. En op de NS Sprinter terug richting Arnhem. Pibes, good evening and welcome. Request, klaar met de planning voor morgen. Ah, interesting. How are you? I'm doing fine. Streaming again with Train Sim. Driving a tracks in on the railroad there.
It doesn't usually come, but doing fine. How are you doing today? Stop pickmakers. Goed gedaan, dit is het einde van het scenario. Nou, dat was dus het einde van het scenario. Ik hoop dat jullie het leuk hebben gevonden. Lekker kort ritje. Met de tracks over de IJsselmeer.